Beste leerling, fijn dat je er weer bent. Welkom bij hoofdstuk 5, kwadratische formules. Dit hoofdstuk is iets moeilijker dan je denkt. Als je het uitgelegd krijgt, dan denk je van, nou dat kan zo moeilijk niet zijn. Maar belangrijk is het dat je zelf aan de slag gaat, dat je zelf alle opgaven maakt. En dat je daarna je werk controleert en kijkt of je het echt goed hebt gedaan. Je hebt nogal wat nodig om dit hoofdstuk tot een goed einde te brengen. Maar ik weet zeker dat jij dit ook kan. Ja, voor de voorkennis hebben we nogal wat nodig. Ik ga ze hier allemaal opnoemen. Ze staan niet allemaal ook daadwerkelijk genoemd bij de voorkennis in je boek. Maar ik ga het nog wel even zeggen. Wat betekent dat? Dus als ik dit noem, betekent niet dat je zegt, oh, van dat zal wel. Nee, je gaat echt kijken van, goh, beheers ik deze voorkennis, ja of nee, is het niet zo, dan ga je dus meer oefenen dan wel dat je even teruggaat in het boek om een aantal oefeningen opnieuw te maken en te kijken of je het echt goed doet. Nou, de eerste die ik wil noemen is de volgorde van bewerkingen. Die heb je nodig. Weet je het nog? Als eerste haakjes uitwerken, of datgene wat tussen haakjes staat. Als tweede mars van verbod betrekken, als derde vermenigvuldige delen, als vierde optellen aftrekken. Deze volgorde van bewerkingen moet je heel helder hebben. Ten slotte, een product bestaat uit factoren. Twee moeilijke woorden. Het woord product, dat is een vermenigvuldiging. En het woord factor, dat is een deel van. Dus dit is een deel van een vermenigvuldiging. En een vermenigvuldiging is keer. Nou, hoe zien die factoren dan eruit? Voorbeeld, 8p tot de vierde. Nou, welke factoren zie je hier? En als je dan zegt, ik zie de factor 8 en de factor p, dat is niet goed. Ik zie namelijk de volgende factoren, dat zijn er nogal wat. Namelijk 2 keer 2 keer 2, dat is 8. Dus dit zijn de kleinste delen van 8. En dan heb ik p tot de vierde, dat is p, p, p en p. Dus dit zijn alle factoren, dat zijn er dus 7 van dit product. 8p tot de vierde. Oké, oefen daarmee. Dan moet je het weten over gelijksoortige termen. Nou, gelijksoortig betekent dezelfde naam, hetzelfde ding. Alleen dezelfde dingen kun je bij elkaar optellen. 4x plus 5x kwadraat, ja, die lijken op elkaar. Namelijk allebei hebben ze een x, maar dit is x en dat is x kwadraat. Dus zijn ze toch verschillend. Deze kun je niet bij elkaar optellen. Dus dit kan niet korter. Wat kun je dan wel bij elkaar optellen? Bijvoorbeeld 4x kwadraat plus 5x kwadraat. Ja, dat is 9x kwadraat. Zo, wat heb je nog meer nodig? Je moet een kwadratische formule kunnen herkennen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Je moet kunnen zeggen dat is een kwadratische formule en dat is geen kwadratische formule. Nou, ik heb hier 5 formules opgeschreven. En het makkelijkste is om te zeggen van een kwadratische formule, die heeft een kwadraat in zich en een niet-kwadratische formule niet. Nou, als je hier naar kijkt, dan zul je zien dat dat complete onzin is. Dus als je zegt er moet een kwadraat in zitten, ja, dan zit je er helemaal naast. Kijk maar. I is 3x plus 4. Nou, er zit ook geen kwadraat in, dat dan wel niet. Dit is geen kwadratische formule. Dus deze is lineair. I is 3x kwadraat plus 4. Nou, hier zie je 3x kwadraat. Deze is kwadratisch. Dat is de eerste. I is 7 kwadraat plus 3x. Nou, hier staat een kwadraat. Deze is niet kwadratisch. Hier staat gewoon 49 plus 3x, dus deze is lineair. I is x kwadraat plus 4x. Je ziet hier twee x'en staan. Nou, wat is het dan? Is die dan lineair? 4x of is die kwadratisch? X kwadraat. Deze is kwadratisch. De hoogste macht, en dat is 2, die telt. Hier staat een eentje. 4x op de macht 1, schrijf het nu op, hè, is 4x. De hoogste macht telt. Dan is hier I is 5x kwadraat plus x op de derde. Is die dan wel kwadratisch? Die is ook niet kwadratisch, want de hoogste macht telt. Dus dit is een derde machtsformule. Nou, nog eentje dan om het af te leren.
Y is 7 kwadraat plus 3 keer x keer x. Wat is deze formule? Nou, je zegt kwadratisch. Nee, want dit is geen 7 kwadraat, dit is gewoon 49. Is hij dan lineair? Nee, hij is kwadratisch, want hier staat x kwadraat, dus deze is ook kwadratisch. Nou, je moet maar eens goed kijken. Je moet die formules goed uit elkaar kunnen houden. Wat is kwadratisch en wat niet? Staat niet in de voorkennis volgens mij. Ik zag trouwens dat er staat wel iets gezegd over kwadratische formules in de voorkennis. Dus je kunt er wel een beetje oefenen. Als laatste, wortels. Ja, dat stond in hoofdstuk 3. Ook niet zo makkelijk. Ziet er allemaal zo makkelijk uit. Maar het begrip van wat een wortel is, is helemaal niet zo makkelijk. Even de definitie. Wortel A is B. Dat betekent dat B, om daar A van te maken, moet ik B keer B doen. Dat wordt dan A. Dus de uitkomst van een wortel, dan kun je bij jezelf denken van, oh ja, de wortel 9 is 3. Dus de uitkomst, die 3, dus 3 keer 3 moet 9 zijn. Ja, lekker makkelijk. Wortel 19. Ja, hoe lang is dat dan? Ja, oh, nou ja. Dan moet ik weer die kwadraten een beetje in mijn hoofd hebben om een goede schatting te maken. Wortel 19, dat zit tussen de wortel 16 in. Dat is kleiner. En de wortel 25, die is groter. Wortel 16 is 4. Wortel 25 is 5. Dus wortel 19, ja, die zit er een beetje tussenin. Ja, dus dan kom ik op 4, ja, het zal 4,4 zijn of zo. Maar ja, dus het is best wel lastig om dat goed te doen. Om daar een goede voorstelling bij te maken. Wat een wortel is. Dit hebben we heel hard nodig als we straks kwadratische vergelijkingen gaan oplossen. Oké, maak de oefeningen van de voorkennis. En dan zie ik je zo bij paragraaf 1.